Op Bart Wellens na tekenen alle grote namen uit het Belgische en Nederlandse crosswereldje present in Eeklo voor de jaarlijkse veldrit Grote Prijs de Eeklonaar. Wie zich daarin nog een plaatsje zoekt is Dieter van Toerenhout. De West-Vlaming maakt sinds januari deel uit van het Staal en Concept Team. Het is een complete crossploeg, dus dat is wel plezant. Vorig jaar zat ik in een wegploeg en nu kan ik me echt volledig toeleggen op de cross. Voorlopig zijn we nog maar met twee renners. Maar Dirk van Opbroek, de ploegleider, denkt er toch aan om de ploeg goed uit te brengen. Van Toerenhout speelt geen rol in het verdere koersverloop. Hij raakt door een valpartij in de eerste ronde al meteen achterop. Ook zijn neef Sven, Erwin Vervecke en Sven Nijs verzeilen in de achtergrond. De Tsjech Stibar, de ex-wereldkampioen bij de belofte, profiteert van de verwarring en voert de forcing. Vier man volgen op kleine afstand. Simonek, Klaas van Toerenhout en de nieuwe beloftekampioen Lars Boom, hier nog in de trui van Nederlands kampioen. Arne Daalmans sluit de rij. Uiteraard zijn ook de Zimbabwanen in hun aangenomen thuisstad Eeklo van de partij. Kersverse bruid Gordon is er begrijpelijkerwijze niet bij. De veldrit in Eeklo is de laatste opdracht van het seizoen voor de terugkeer naar het vaderland. Vooraan loopt een berensterke Stibar verder uit. Hij bouwt een voorsprong van ruim 30 seconden uit op de eerste achtervolgers. En dat zijn nu Niels Albert en Sven Nijs sterk teruggekeerd uit de achtergrond. Nijs en Albert, zijn gedoodverfde opvolgers, slaan de handen in elkaar en de twee balenaars rijden samen het gat op Stibar dicht. Ook Klaas van Toerenhout kan vooraan aansluiten. Na zes ronden wedstrijd krijgen we zo'n kopgroep van vier renners. Maar dat is nog te veel naar de zin van Sven Nijs, die het tempo nogmaals opvoert. Alleen Niels Albert kan, zij het met heel wat moeite, volgen. Stibar bekoopt zijn vroege inspanning. Lars Boom is na een sterkere monte nu de nummer drie in koers. Klaas van Toerenhout volgt in zijn spoor. In de slotronde moet ook Albert eraf en zo gaat Sven Nijs solo naar zege nummer 29. Ja, de eerste ronde zijn we allemaal gevallen. Ik denk dat er 10, 15 renners tegen de grond lagen. En, ja, dan moet je achtervolgen en dan moet je gewoon rustig blijven en de koers anders opbouwen. Hè. Stibar had meer dan een half minuut voor. En dan moet je dat proberen naartoe te rijden. Dat is uiteindelijk goed gelukt. Ik en Niels hebben goed afgelost en hebben gewoon echt een koppelkoers van gemaakt. En uiteindelijk komen we dan ook nog met z'n tweeën vooraan. En ik had dan één strook waar ik iets beter was dan hij en daar kon ik hem onder druk zetten.